Frisky bij haar baasjes thuis in Mortsel. Het jonge hondje heeft problemen met de ademhaling en met de ogen. Het zusje van Whisky, Sloeber, had nog minder geluk. Vorige week stierf het diertje, amper 2 maanden nadat Niels haar had gekocht bij Puppyhouse in Boeghout. Volgens de dierenarts waren de hondjes jonger dan vermeld op hun papieren en hadden ze niet de juiste inentingen. Ze hadden het mij verkocht als perfect gezonde honden en we hebben er dan ook, ja, wij waren bereid om dan zoveel te betalen omdat wij ervan uitgingen dat ze eigenlijk medisch niks mankeerde. Whisky en Sloeber komen uit Oost-Europa. Honden daar worden vaak geboren bij zogenaamde broodfokkers, waar de gezondheid en het welzijn van de dieren ronduit slecht is. Ik vond dat allemaal zo erg wat er gebeurde. Dus heb ik een petitie opgestart dat die broodfokkerij echt moet stoppen. De petitie haalde op 3 dagen tijd al meer dan 800 handtekeningen. Bij Puppyhouse reageren ze liever niet. Tegen hen loopt een rechtszaak, aangespannen door Gaia. De dierenrechtenorganisatie kreeg al vele tientallen klachten van klanten zoals Niels. Maar ja, wij zitten nu ergens wat vast. Allee, wij zitten met een leegte. We willen geen nieuwe hond kopen of geen nieuwe hond vragen. Of ook niet voor haar, maar... De politie zegt heel regelmatig langs te gaan voor controle bij Puppyhouse. Ze konden er nog nooit inbreuken vaststellen.